Yes, 19 juni, maandag. Welkom in Fairtrade. Mijn naam is Stijn en dankjewel voor deze YouTube-like. Het is, wat is het, 4 voor 9. We gaan Bitcoin gaan fileren. Eerst beginnen we op het weekniveau. En het eerste die mij meteen eigenlijk opvalt, is dat wij nog steeds boven ons neerwaarts trending kanaal aan het sluiten zijn op weekniveau. Dit is eigenlijk nog steeds een zeer goed bullish teken, zolang of dat wij eigenlijk opnieuw deze week zouden sluiten boven, dat is dan hier dan 25.800, maar het is nu al de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e keer dat we hem testen. Ik wil actie zien. Ik wil ook hier actie zien op de volatiliteitsmeting. Wat staat deze laag, jongens? Die staat extreem laag. 9% momenteel. Ik denk dat in de geschiedenis momenteel van nu, dat we nog nooit zo laag gestaan hebben. Ik ga heel snel kijken naar de Bitstamp-grafiek of de BLX. Misschien is die zelfs nog iets relevanter. De BLX-chart is eigenlijk de indexgrafiek van alle Bitcoin-grafieken door alle exchanges heen, waar dan dat die data gecompreheerd werd. Wat merken we dat we... ik ga even in log gaan vinken, zodat we het beter kunnen zien. Ik merk tot nu toe eigenlijk nog maar zeer weinig in integraties. We zien dus eentje op huidige niveaus. Deze staat er ook in, deze twee hier. Dan hebben we er hier nog eentje in 2020. Dan hebben we er hier nog eentje in 19. Nou, er zit nog intussen. Je ziet of je merkt, we hebben die eigenlijk nog maar zelden tegengekomen. Over zo'n lange geschiedenis. Wat merken wij? Telkens wij zo laag gaan en we krijgen daaruit een move uit, dan zie je eigenlijk zelfs hier, excuseer, het moment dat we zo laag staan, dan krijgen wij een eerste run. Het is in dit geval een volatiliteitsmove van een goede 100% naar de bovenzijde. Dan hebben we de volgende flashing light tot de volgende. We zitten daar met een run van 43%. Dan de volgende zitten hier, niet gerekend aan de top, met een 900%. De top was toen op en rond, even kijken, onder de kleine 3000%, maar dat is voor mij een outlier, zeg maar. En tot het volgende signaal zie je dus wel degelijk een kleine 1000%. En dan tot het volgende signaal, en dat is dan eentje die neerwaarts is, die bearish is uitgeplooid, zeg maar. Dan merken wij een run naar beneden, 40%. De volgende flashing brengt ons naar het volgende 200% up. Je ziet er komen en er volgen super, super veel grote volatiliteitsmoves. In deze hier is eigenlijk doorheen het volgende signaal nagenoeg neutraal, behalve als we de downside meten, 56%. En dan de volgende flashing is ook neutraal met een kleine push-up tot 25%. Dan het volgende signaal. Maar het volgende brengt ons naar een 76% met een top toen rond de 480%. En dan het voorlaatste signaal dat we hebben gezien is neutraal. En dan de volgende, die brengt ons een 20% upside. Naar de benedenside zagen we een goede 20%. De upside nogmaals, kijk, hier bijna 60%. Wat wil ik vooral meegeven is, we staan opnieuw op die niveaus waaruit dat we weten dat ongeveer 8 op de 10 keer krijgen wij een grote volatiliteitsmove met minimum 20%, gemiddelden op en rond de 50% en outliers 100% en honderden procenten. We gaan van de kleine gemiddelden uitgaan, om het voorzichtig uit te drukken, 20% en dan nog eentje van 50%. Je merkt, de volatiliteit is direction neutral, wil zeggen, het heeft niet aan als het bullish of bearish is, maar wat weten we als we hier een 20% move nemen naar de downside, zo Bitcoin ons kunnen brengen regionen 20.700, naar de upside 20% zou Bitcoin ons kunnen brengen regionen 31.500, 50%. Wat ook een redelijk gemiddelde was, het is ondermaats gemeten, zeg maar, zou Bitcoin brengen naar regionen 39.000 tot een kleine 40.000 en de downside 50% is op zich niet zo moeilijk, zou ons kunnen brengen naar regionen 13.000. En de andere twee keer van de 8 op 10 blijven neutraal. Wat weten we dus? Met hele grote zekerheid, er komt een zeer grote volatiele move aan. Dit willen wij meenemen in onze
eerste analyse voor vorige week en deze week. Terug naar de Bybit grafiekchart. We gaan het loggegeven uitzetten. Nogmaals, we zitten boven het neerwaarts kanaal nog steeds, wat dat nog altijd onze leidraad is en een bullish move is. Mochten we die 20% gaan spiegelen, dan zie je dat we ongeveer kunnen terugkomen op de huidige toppen en een 50% move zou ons kunnen brengen. De regio, deze dat we hier al heel lang uit de markt hebben, 39 volt met 40k, 50% brengt ons naar de, 20% naar beneden, brengt ons naar het midden terug van het kanaal. Momenteel, puur aan hele patronen, ben ik nog steeds bullish met een breakout van een neerwaarts kanaal. En ik verwacht een pump naar boven. Althans, dat is hoe ik het neerwaarts kanaal lees. Nu, los van de patronen, we gaan andere tekentools nemen als confirmation. Als we kijken naar de momentummeter, nog steeds rood, maar er is wel iets positiefs. Opnieuw, dat is dat wij hebben gesloten boven de onderkant momentummeterband. Onderkant momentummeterband zit nu op 26.060, wat dat een goede steun zou kunnen betekenen. En bovenkant momentummeterband zit op 29.500. Dat zijn eigenlijk de uitersten dat we kunnen verwachten voor de bullish case. In dit geval voor deze week. Uiterste nogmaals 29.500 met een steun aankomend voor onze momentummetertactiek dan 26.000. Goed, dit is nog steeds bearish, daar kunnen we niet omheen. Maar we closen dus in de momentummeterband, is opnieuw een indicatie dat we op zijn minst ranging gaan zien voor langere tijd. We spreken hier voor alle duidelijkheid over weekniveau, voor langere tijd ranging en potentieel reversal. En mochten we eronder beginnen sluiten, ja, dat krijg je bij. Continuation van 5 week neutral tot reversal, met andere woorden, short term bullish. Obees, op weekniveau, we hebben de bullish orderblok weten te behouden. Dit is een zeer positief nieuws met een bullish swing fill pattern. High probability dat wij deze week opwaarts zullen eindigen met een bullish candle. Ook hier shorter, dus bullish suts. De sut is gecreëerd geweest op 24.780. Dit is uw dichtstbijliggende steun. Dichtstbijliggende weerstand 28.449. En we hoeveren er middenin. Met andere woorden, neutraal voor de suts. Altometer kan deze week opnieuw short kleuren. Vorige week kregen we dat trouwens ook de label, maar hij is niet doorgegaan. Als we deze week hoger eindigen, zal dit short label ook terug van de kaart zijn. Hier ben ik neutraal voor de altometer. VPVR toont aan dat wij hier wat kleine volume note hebben bijgebouwd. Op zich, ça va, moeten weten vasthouden. En de eerste dichtstbijzijnde weerstand zit op 26.950, wat ook zullen we straks zien. Trading range weerstand is, kan er meteen bij nemen. Als we kijken aan, excuseer, dat is op dagniveau. Dus hier houden we terug vast aan een twijgje van een boom met de dikste weerstand nu 26.900 en dan 27.928. Vandaar zien we dan alweer. Steunen onder ons 25.800, maar dan die gap. Ik denk als we die gaan testen, dat we die gap direct gaan vullen hoor. 25.000 tot en met 24.000. De dichtstbijzijnde volume note ligt pas op 23.000. Deftige bewegingen sowieso. VPVR geeft momenteel lichtjes aan dat wij op steun zitten, heel lichtjes. Closing channel op weekniveau, vorige week de onderkant of de midband getest, op zich een goede reactie. We zitten gevangen met onderzijde 24.600 en dan weerstanden 28.997, ja nee, 20.000 zal het ook wel doen. We buy support en we sell resistance uiteraard. Het is goed dat we blijven in het kanaal vasthouden. En nog beter zou zijn om op weekniveau te sluiten boven die 29.000. Dan is het hek van de dam. Sluitingen onder 24.500 is minimumprijs rond 20k zelfs. Volgens deze closing band. Trading ranges, middle of nowhere steun op 20k en weerstand op 31k. Sluitingen boven 31 op weekniveau is richting 42. Afwijzingen of verder naar beneden trenden, moeten we hier zeggen. Trading range steun gaan opzoeken rond die 20k regio. Neutraliteit eigenlijk volgens de trading ranges. HM. Nog steeds een bullish structuur tenminste. We hoeven hier waarom. Dichtstbijzijnde steun volgens de witte lijn 24.700.
Er duurt nog wel heel wat regionen de low, de Wicklow van vorige week, maar toen daar kunnen gaan oppikken, denk ik dat je een goede installmomentje hebt. Met de dikste weerstand, blauwe lijn, 29.700, was ook niet echt moeilijk. Alles daartussenin is eigenlijk gezien als een soort van ranging verhaal, zeg maar, tot als we duidelijke sluitingen onder of boven krijgen. HM is bullish gestructureerd. Loopt ook opwaarts. Is en blijft bullish. Er is geen teken van bearishness momenteel op wekenniveau. Enkel hoogstens neutraliteit met de ranging tot gevolg. Maar eigenlijk al bij al zeer, zeer goed. Hulsuit momenteel. Prijs hoevert eronder is niet zo positief. Moet je dus een reclaim kunnen doen boven minimum 28.700. Ik denk dat dat logisch is op weekniveau. En dan kijken we naar een dagstructuur. Dus op weekniveau, alles door de band, zou ik zeggen. Neutraal tot eerder bullish. Dagniveau zitten we daar momenteel. Volatiliteit is terug naar beneden dan het tuiken. Dus klaar aan het maken voor een reset, wat dat niet meer dan oké is. Momentummeter is hier voorlopig bullish met twee buy labels. Buy label en een strong buy label. Dagsluitingen boven bovenkant momentummeterband boven 26.500 zou opnieuw zeer bullish zijn. En signaliseren op een nieuwe run-up. Sluitingen onder de onderkant, onder 25.800, zou bearish zijn, zeer bearish zelf. Momenteel bullish op dagniveau momentum. Orderbloks bullish, we komen van een orderblok steun. We kunnen die nog gaan hertesten, hoor. We hebben hem nog niet volledig getest. Dus een hertesting kan perfect. Het is dicht, zeer dicht, maar niet pal erop. Hertesting kan gebeuren, potentieel dubbel bottom. Neerprinting zou een van de opties zijn. We zitten dichter bij steun dan bij weerstand, maar niet dicht genoeg om op dagniveau een zeer korte trade te kunnen innemen. Suts, momenteel dichter bij een cluster weerstand, dat zie je ook hier. Eerst door die bearish candle een nieuwe sut gecreëerd. Deze huidige mogen we niet meetellen, met andere woorden, we zitten dichter bij weerstand dan bij steun op dagniveau. Altometer staat nog steeds short. VPVR lokaal verliezen van deze grotere volume note met een eerste dichtstbijzijnde steun 26.000 tot 25.700 en dan de lows eigenlijk van vorige week. Krijg zo de vibe dat we eventueel nog de onderkant van de lows van vorige week kunnen gaan hertesten. De vraag is dan maar kunnen we vasthouden, ja of nee. Als wij niet kunnen vasthouden, dan zie ik Bitcoin makkelijk terugkeren tot 23.000 à 22.000 of makkelijk in deze zone te gaan spotten. Hebben wij nog iets om te overlopen momenteel? Ja, dat hebben we eigenlijk wel. Cousin Channel momenteel een reclaim die bezig is, kunnen we vasthouden. Dus met andere woorden, geen dagsluiting onder 26.200 afgerond. Dan kun je verwachten dat Bitcoin gaat gaan testen naar de midline 27.500 tot en met 28.800. Dit is best wel bullish, of een bullish teken. Met andere woorden, momentummeter is bullish. OB's is neutraal. Suts zijn dichter bij weerstand, dus eigenlijk bearish. Dus we staan eigenlijk op neutraliteit. Altometer blijft in short momenteel. VPVR geeft aan dat we hier op een laatste holding zitten. Ik krijg voorlopig meer bearish signalen. Trading ranges, we gaan de VPVR afzetten. Ik heb net een retest gedaan van 26.119. Zolang het daaronder blijft, is dit voor mij bearish. Met andere woorden, ik concludeer op dagniveau dat als wij een goede trade willen doen voor de longs, kunnen we kijken pas niveaus 25.400 en 23.800. Voor de bears, de 127.000 is eigenlijk nog aan het moment om short te gaan. Zo niet blindlings gaan doen. Zo afwachten hoe dat we hiermee in interactie gaan. Favoring de bears in het algemeen, terwijl op weekniveau in de ranging en bullishness gaan spotten. Dus long term is bullish. En de midterm kan een pullback worden om de huidige lows te gaan testen. Dat is een hyperbolic scenario. Dat we dit zien. Ik denk dat dat eigenlijk het voornaamste is van de analyse momenteel. HM is wel bullish. Met pullbacks kunnen mogen tot 26. En dan denk ik dat we er doorheen zijn. We zien dus hier de
move, die drie groene candles, was een goede bullish move. Het geeft terug hoop in voor de bulls, want het was hier absoluut geen bulltijd, het was bearish tijd. Maar dan kregen we die bounce op die noothoek hier. Momenteel geen, vind ik zelf dan toch, geen al te overdreven gigantisch inkomen van volume. Geen al te overdreven gigantisch bullish move. Hou daar wel rekening mee trouwens. We hebben ook deze die nog steeds aan het meespelen is. Deze falling wedge. Ik kan zien als ik hem wat kan accentueren. Hoe we zitten hier. De driehoek hier. We zitten momenteel hier op dit niveau of op dit verhaal te spelen. En een falling wedge. Ik moet nog uitspelen, maar wil ik gaan zien op dagniveau zijn. Ik sluit hem boven zelfs 27.300. Algemene conclusie, nogmaals, Bitcoin op een weekniveau bullish voor de midterm, longterm en eigenlijk ook op de shorttermijn, zeg maar. Maar dit is een week grafiek, dus dit zal tijd vragen. Bitcoin op dagniveau, persoonlijk denk ik eerder nog een pullbackje en gaan testen naar beneden. Zeer agressief zo zijn de regionen 25.800 tot en met 25.000. Daar niet veel lager gaan, zo eigenlijk wel zeer bullish zijn. En weten vast te houden. Dat is hetgeen dat ik verwacht. Ik verwacht eigenlijk vandaag niet al te veel volatiliteitsmove eerder naar het einde van deze week toe. Dit was uw Bitcoin update. Rustig afwachten opnieuw. We zien wel bullish tekenen. En we weten waar dat we kunnen instappen. En waar dat we kunnen gaan. Of het overzichtjes moeten zijn. Dankjewel voor jullie tijd en aandacht. Voor de video.